Je hebt op je perskaart ook een tekst laten drukken of werd gedrukt, waarin dat staat dat je een zeer bijzondere band met je fans hebt. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Ik sta heel dicht bij mijn fans. Bijvoorbeeld, ook op Facebook ben ik er heel bewust mee bezig en probeer ik zo actief mogelijk te zijn met hen. En ook via de site van mijn platenfirma kunnen ze eigenlijk bieden op een huisconcert van mij. Dat ik eigenlijk bij hen thuis kom of een voetbalmatch speel en zo. Dus het is dus voor iedereen iets tofs. En dat is ook een manier om de fans dichter bij mij en mij dichter bij de fans te brengen. Inderdaad, je commercieel concept werkt met aandelen. Hoe gaat het trouwens? Hoe is de beursstand van de NV Dice? De aandelen zijn allemaal de deur uit. Dus in dat opzicht zijn we beter dan de euro op dit moment, denk ik. Hoeveel zijn er dat dan? Ik weet het juiste aantal niet, maar ze zijn, ik heb het eergisteren gehoord en ze gingen nog een persbericht uitsturen. Dus ze zijn allemaal de deur uit. Hoe belangrijk is de steun van je thuisbasis Eeklo voor jou? Heel belangrijk eigenlijk. Ik heb ook de gitaar meegekregen, dus dat was ook een mooi gebaar eigenlijk van Stad Eeklo. Dus het is tof dat ze mij die steun geven. Je vader die heeft al laten optekenen in het regionale nieuws dat hij 2 kostuums klaar heeft liggen om mee te brengen naar Noorwegen. Hij is 1000% overtuigd van je kansen. Hè? Ja, 1 voor dinsdag en 1 voor zaterdag, zei hij. Maar ja, het is grappig dat hij er zo... Het is leuk dat hij er zo mee bezig is, dat hij ook achter mij staat in mijn muzikale keuze. Want ik denk, vele ouders zijn daar soms wel voorzichtig in, maar mijn mama en papa hebben mij toch altijd... mijn ding laten doen. En dat was ook heel belangrijk, want hij heeft mij ook tot hier in Oslo gebracht. Dus laat ons hopen dat hij zijn 2 kostuums mag aandoen. Hè. Zelf heb je naar verluid ook al een fles champagne klaargelegd in de minibar? Ja, als we de finale halen, dan zal ik toch eens even alcohol drinken deze week. Ik heb nog niet zoveel bier gedronken de afgelopen week. Maar toch, de champagne die gaan we kraken als we de finale halen. Je hebt naar verluid nog geen rijbewijs, hè? Ik heb nog geen rijbewijs. Kunnen we je verleiden tot een belofte als je de finale haalt, dat je onmiddellijk je rijbewijs gaat halen? Dat is een moeilijke, want de zomer is ook heel druk. Maar ja, sowieso ga ik heel snel aan mijn rijbewijs beginnen. Dus als ik een top 10 haal in de finale, dan begin ik onmiddellijk aan mijn rijbewijs. Oké, daar gaan we je aan houden dan. Nu, we hebben in eerdere interviews het al eens gehad over de speciale sfeer rond Eurosong die hier hangt en over de oneerbare voorstellen. Je was begin van de week nog niet verder gekomen dan knipogen. Hoe zit het momenteel? En nog altijd, ze zijn heel braaf. Ik denk, ja, ik zal er een brave uitzien ook, zeker dat daarom is dat ze mij nog niet zo van die oneerbare voorstelling hebben gedaan. Maar ik ben er niet rouwig om dat ze het mij nog niet hebben gedaan, want ik ben er ook niet echt mee bezig. Je hebt er toch zelf geen gedaan? Nee, ik heb er zelf ook nog geen gedaan. Nee, ik ben het niet van plan. Oké, bedankt. Oké.